Hey, Marianne. Hallo. Je staat hier helemaal in je eentje met een fototoestel. Ja. Bij heel lekker weer in het Molenwaterpark. Ja. En dat doe je niet voor niks, begreep ik net. Nee, klopt. Het is weer even een mooie dag. En ik ga even kijken hoe het er nog uitziet. Want binnenkort gaat het natuurlijk op de schop. Doet dat je zin dat het op de schop gaat? Of vind je het een goede zaak? Nee, ik vind het wel een goede zaak hoor. Maar je hebt hier bepaalde herinneringen aan toen je kinderen klein waren en zo. Dus ik denk, ik werk nog even een blik. En sta je dan nu ook op een speciale plek? Want dit is eigenlijk een heel lelijk middengedeelte van het park. Ja, ik zou best wel kunnen dat... Stond hier niet de Lange Jan ongeveer? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik heb laatst laten verteld, daar in de hoek was de Walcherse kust. Maar met eb en vloed. Hè? Ja, precies. Ja. Nee, ik ging een beetje middenin staan. Want dan kon ik mooi zo in de rondte even een filmpje maken. Ja, en Marianne, jij bent ook al zeer betrokken bij de bomen in de stad en dat soort dingen. Zit dat ook allemaal een beetje snorren hier in het park? Want er gaan er natuurlijk ook een paar weg. Jawel, ik ben niet meer bestuurslid van die stichting Tuin van Zeeland. Maar ik weet wel dat er in het begin meer bomen op de nominatie stonden om gekapt te worden. En het zijn er veel minder geworden, gelukkig. Dus daar zijn we blij mee natuurlijk. Je hebt er echt wel vertrouwen in, toch? Jawel. Ja, dat is goed om te horen. Nou, leuk dat je nog even staat te genieten. Geniet nog even verder. Dankjewel. Geniet jij ook maar.